Uit onderzoek van 1 Amstelveen blijkt dat er bij het Amstelveen College, Herman Wesseling College, Keizer Karel College en de Panterij minimaal 1 Gossip Girl account actief is op TikTok. Opmerkelijk is dat de accounts pas geopend zijn sinds het landelijk nieuws. Sommige accounts hebben ruim 2000 volgers. Op een Gossip Girl account wordt juice, ook wel roddels, over de school verspreid. Dit varieert van een simpel grapje over een docent of leerling tot heftige seksuele insinuaties. De roddels kunnen anoniem worden ingestuurd naar een account dat ook anoniem is. Ja, ik vind het een beetje apart. Ik had er wel over gehoord en zo. Ik vind het een beetje raar, ja. Ik vind het wel een grappige account. Het is wel entertainment voor ons. Maar ik denk dat de mensen die er worden op geëxposed, dat het niet leuk voor hun is. En dat de makers hebben gewoon te veel vrije tijd, vind ik. Sommige dingen zijn gewoon niet waar. Dus dat best wel kan schadelijk voor mensen zijn. Ik vind sowieso dat je dat soort dingen verspreidt. Ik vind dat je niet echt het recht hebt om dat te doen. Ik heb het wel vaker langs zien komen dat zo'n account is gemaakt. En ik heb er niet echt veel mee gedaan. Ja, sommige zijn wel grappig, maar soms gaat het ook te ver en klopt het ook niet. En dan dat is niet fijn om over jezelf te horen. Ja. 1 Amstelveen heeft met alle scholen contact opgenomen. Alleen de rector van het Herman Wesseling College wilde voor onze camera reageren. De andere scholen lieten weten geen antwoord te willen geven op onze vragen. We hebben daar wat signalen van doorgekregen in de afgelopen week en vorige week ook. Dan krijg je verhalen van leerlingen of ook van een beperkt aantal collega's die ermee te maken hebben. Ik hoor het ook van het Keizer Karel College, van het Amstelveen College en ook van Panterij. Want we hebben natuurlijk als 4 scholen hebben we ook contact met elkaar. Dus we hebben allemaal met hetzelfde te maken en we vinden het allemaal heel erg vervelend. Dat het probleem zich bij alle scholen voordoet, blijkt wel uit de brief die rector Nan Botting van het Keizer Karel College stuurde naar alle ouders. Daarin zegt ze: het betreft veelal onsmakelijke berichten die volledig uit de lucht gegrepen zijn, maar toch schadelijk kunnen zijn voor collega's en leerlingen. Het mogen duidelijk zijn dat wij ons als school hiervan distancieren. Uit onderzoek van NOS Stories blijkt dat de mensen achter een account vaak zelf het slachtoffer zijn geweest van pesten. De opvatting is dat ze nu op een anonieme en veilige manier de mensen kunnen terugpakken. Het is wel zielig, maar sommige dingen gaan over docenten en maar die docenten hebben dan wel verdiend. Ja. Waarom? Omdat, dan doen ze bijvoorbeeld dingen tegen kinderen en dan krijgen ze eigenlijk hun karma terug. Bij sommige kinderen op onze school is het ook al gebeurd, maar nog niet heel erg. Als je problemen met iemand hebt, dan vind ik, en als je over mensen wil rollen, kan je beter gewoon tegen diegene zeggen dan zo moeilijk gaan doen op internet en dat soort dingen. Een lasse campagne eigenlijk. Als jij wordt geëxposed, is het geen entertainment meer, toch? Nee, dat klopt. Dat is ook niet leuk. Maar ik denk dat je gewoon niet zulke dingen moet doen om dan te geëxposed te worden. Je moet gewoon voorzichtig doen op school. De scholen zijn zich bewust van de nare gevolgen die dit soort accounts kunnen hebben. Op alle scholen in Amstelveen wordt echt veel voorlichting erover gegeven en echt geprobeerd om aan leerlingen, met name jonge leerlingen, duidelijk te maken van: denk nou goed na waar je dat voor gebruikt. Dus dat is 1. En het tweede, als het zich dan voordoet, dan zeggen we dat degene die dan dat account heeft, moet het zelf even afsluiten bij TikTok. Daar is ook een bepaalde afspraak mee met TikTok, heb ik begrepen, landelijk. En dan is het ook weer, dan is het van die account af. En dan is het in ieder geval voor dat moment, is het opgeheven. De scholen hebben regelmatig veiligheidsoverleg met elkaar in het bijzijn van de gemeente. We delen dezelfde uitdagingen in Amstelveen en we proberen er op dezelfde manier mee om te gaan. Panterij, Keizer Karel College, Amstelveen College en ook mijn school, het Herman Wesseling College. Ken je wat kinderen die slachtoffer zijn geworden hierdoor? Nee, ik ken niemand nog. Nee, ik nog niet. Gelukkig. Weet jij ook wie er achter zo'n account zit, wie dat beheert? Nee, dat weet ik niet, maar dat zou ik wel graag weten. Ja. Ja, ik denk dat het gewoon cyberbullies zijn of zo. Of mensen die gewoon niks te doen hebben thuis.